Eerst dames en heren, welkom bij een nieuwe video. We gaan naar Antwerpen Berchem. Ja, reistijd 1,5 uur. Ja. Even kijken, 1 uur 32 minuten. Nou, wens me heel veel succes en ja, nieuwe video, nieuw viespeuk. Alleen, ik weet ook niet hoe en wat, maar hij belooft een kind 100 euro. En hij laat een meisje van 10 jaar helemaal naar Antwerpen komen. Jullie gaan zien hoe dit gaat aflopen. Ik ben ook heel erg benieuwd, maar we gaan het zien, meemaken. Zie, we zijn onderweg naar Antwerpen, mensen. We zijn in Antwerpen en nu kan de zoektocht beginnen. Ik weet niet waar die is. Hij noemt een café op, maar ik kan het niet vinden op de kaarten. Maar we gaan zo meteen kijken of ik hem kan vinden. Vast wel, ja. Dat is HP's Comeback. Abonneer nog mensen op mijn kanaal. Yes. Van Utrecht tot aan Antwerpen. Kijk, hij komt eraan. Antwerpen, mensen. Zie je? Hij loopt daarachter. Goeiedag. Hoi. Hoe is het? Alsjeblieft. Alles goed? Ja, bij mij. Ja? Je zit op een date te wachten? Waarom is dat nodig? Huh? Waarom is dat nodig? Waarom laat je 10-jarige meisje hierheen komen helemaal? Vanuit Utrecht. Alsjeblieft. Waarom laat je meisje helemaal komen hierheen vanuit Utrecht? Hm? Ik zit te wachten erbij. Ja? Mag ik even die 100 euro van je zien? Alsjeblieft. Mag ik even die 100 euro van je zien? Hm? Nee. Weet je hoe boos ik ben? Nee, je hoeft niet naar die kroeg te lopen. Nee. Nee, we gaan even praten met je. Blijf hier stilstaan. Waarom doe je dit? Ik doe niks. Nee, je doet wel. Je zit op een 10-jarige meisje te wachten. Nee. Jawel, zeker. Ik zit op de bank te wachten. Oh, ga maar even daar staan, bij de bank dan. Ik kan geld afhalen. Ja? Ja. 100 euro, Lisa. Ik heb voor je 100 euro. Alsjeblieft. Wil je een beetje naar achter gaan, alsjeblieft? Nee. Waarom doe je dat? Ik doe niks. Niet schreeuwen. Ik doe niks, jongen. Ja, ga maar wegrennen. Ga maar naar je vriend rennen. Ja, ga maar. Ga maar, kijk hoe die rent. Kijk, kijk. Kijk. Viezerik. Yes, mensen, we rijden weer terug naar onze stadje, natuurlijk. En je ziet het, de Antwerpse wegen. Zometeen ga ik jullie vertellen hoe hij wat maken. Hij was weer lekker bang, hoor. He? Lekker sprinten. Waar is die 100 euro dan? Viespeuk? Wat is meer pa? Ja, mensen, 1,5 uur heen, 1,5 uur terug. Ik ben naar Antwerpen gegaan. En ik hoop dat deze man ermee kapt. Ik denk het niet, maar hij wel... De nachtmerrie van dichtbij gezien. Ik ben vandaag van Utrecht naar Antwerpen gereden om deze viezerik te confronteren. Uiteindelijk een beetje gezocht naar hem. En uiteindelijk heb je gezien. Hè? Ik kan in één keer zo gaan wegrennen. Hè? Bangerik. Waar is die 100 euro dan? Geef die 100 euro aan mij dan. Je wilt toch kinderen gaan lokken? Hè? Wees dan een man om met mij te gaan praten? Dat kan je niet, hè, natuurlijk. Hè? Dan gaan jullie allemaal opeens wegrennen. Mensen, laat het veilig gaan in Antwerpen. Ja, en de Belgische televisie wil ze mij voor schut zetten, toch? Ja, dit ding wat ik doe is verkeerd, toch? Nee, mensen, dit ding wat ik doe is niet verkeerd. Ik waarschuw de ouderen, ik waarschuw de kinderen, dat ze moeten opletten voor zulke viezerikken natuurlijk. Want het gebeurt nog heel veel. En heel vaak trappen kinderen hierin. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. Daarom... Let elke dag op je kindertelefoon, want er zijn viezerikken die kinderen willen lokken, ja. Voor 100 euro wil hij een 10-jarige meisje helemaal naar België laten komen. Misschien heb je van die naïeve kind die dat wel gaan doen. Daarom zijn wij er om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. We proberen trauma's te voorkomen. We proberen dat kinderen niet beschadigd worden. Snap je? Deel like en laat heel België zien wat voor viezerikken er zijn in Antwerpen en in andere steden. Dit mag viral gaan. Mensen, wil je nog mij steunen? Dat mag, ik kan een shirtje kopen of doneren. Ik zet hieronder in de beschrijving. En dit is nummer 6, mensen. Nummer 6 in 6 dagen. Tot snel weer.